De dag is mistig begonnen, maar in de loop van de ochtend klaarde het op. Het wordt vandaag ongeveer 21 graden. Dit is het TV West nieuws van dinsdag 4 september. Ik ben Vincent Veeman. Veiligheid wordt één van de speerpunten van Charlie Abtroot, de nieuwe burgemeester van Zoetermeer. Wie zich in de stad misdraagt, krijgt te maken met een zero-tolerance-beleid. Dat zei hij gisteravond tijdens zijn installatiespeech. Bij de installatie van de nieuwe burgemeester in Zoetermeer waren opvallend veel prominente VVD'ers aanwezig. De ministers Steven en Schulz, zijn Haagse collega Van Aartsen en uiteraard de commissaris van de Koningin Jan Fransen. In zijn installatiereden maakte Abtroot duidelijk dat met het omhangen van de ambtsketen een lang gekoesterde droom is uitgekomen. Als woordvoerder verkeer en vervoer maakte hij in de Tweede Kamer naam als Charlie Asfalt Abtroot. Maar dat onderwerp wilde hij niet aanstippen tijdens de installatie. En over die 120 of 130 of 80 kilometer op de A12, dat discussiepunt stellen we vanavond maar even uit. Over één ding wilde hij vast wel duidelijk zijn. Zoetermeer kan rekenen op zero tolerance. In Zoetermeer wordt slecht gedrag niet geaccepteerd, maar hard aangepakt. Vandaag dus zijn eerste dag. En dan is er nog wel werk aan de winkel. Want niet iedereen is bekend met de nieuwe burgemeester. U komt uit Zoetermeer? Ja, ik kom uit Zoetermeer. Dan weet u vast wie de nieuwe burgemeester is. Dat weet ik dus niet. Zeg mij helaas niet. Nee. De man die in een voorstad van het Australische Adelaide in elkaar is geslagen is overleden, dat melden Australische media. De man werkte voor een kassenbouwer in Den Hoorn. Toen hij afgelopen zaterdag een einde wilde maken aan een ruzie, werd hij zelf slachtoffer van agressie. Hij is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 3 mannen aangehouden in de leeftijd van 17 tot 21 jaar. Ja, Nederlanders eten minder vis. Dat merken ook de haringgroothandels in de Scheveningse haven. Onze verslaggever Martine Boerkamp die onderzoekt hoe dramatisch het nu eigenlijk echt is. Nou Vincent, het valt volgens mij wel mee als je kijkt naar de cijfers. De eerste helft van dit jaar aten we een kleine 27 miljoen kilo vis met z'n allen. En als je dan kijkt naar de cijfers van vorig jaar was dat in die periode 28 miljoen. Dat betekent een miljoen kilo minder. Maar als je dan kijkt naar wat voor soorten vis we minder eten, dan zijn dat de oer-Hollandse producten zoals mossel en ja toch echt die glibberige Hollandse haring. Die eten wij minder. En waar zijn we dan naartoe overgestapt? Wij zijn overgestapt op de vissen uit Afrika, bijvoorbeeld pagasiusfilet en de koolvis, de diepvriesproducten, de goedkopere vissen dus. Nico de Jong van de haringgroothandel, verbaast het u eigenlijk dat wij minder haring zijn gaan eten en mossel? Ja, enerzijds verbaast het mij wel, want het is een prachtig product en het is zo gezond en dat we dat minder gaan eten met z'n allen, dat is gewoon jammer. Maar wat zegt dit over de toekomst? Zijn jullie al draaiboeken van paniek aan het klaarleggen? Nee, paniek, daar is zeker geen sprake van. Want er is nog steeds een enorme potentiële markt voor die haring. Als we kijken dat de interesse is uit Rusland, uit Japan, waar we bezig zijn om het product daar aan de markt, aan de man te brengen, om het zo maar te zeggen. Daar liggen enorme uitdagingen. Nou, ondanks dat we minder haring eten, zijn ze hier niet echt in paniek. De afgelopen jaren zijn de cijfers alleen maar gestegen. De laatste 2 jaar gestabiliseerd en nu een lichte daling. Ze verwachten wel dat dat nog iets verder zal dalen. Maar ze gaan ondertussen ook hard aan de slag om ons weer aan die haring te krijgen. En dan met name jongeren. En dat gaan ze doen met bijvoorbeeld smaaklessen op school. Martine Boerkamp in Scheveningen, dankjewel. Een belangrijke uitspraak vandaag bij het gerechtshof. Vanmiddag wordt bekend welke straf de moordenaar van Sharda Ramanand krijgt. De 37-jarige vrouw werd in maart vorig jaar door haar ex-vriend neergeschoten in de Stuwstraat in Den Haag. Ze wilde net in haar auto stappen om naar de werk te gaan. Na de moord werd de ex-vriend opgepakt. Hij bekende en kreeg 16 jaar cel. Het Openbaar Ministerie eiste er in hoger beroep 21. Twee Leidse scholen hebben financiële problemen en staan daarom onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie. Dat blijkt uit een onderzoek dat de onderwijsvakbond AOB maandag bekend maakte. Het gaat om Stichting Vrije Scholen Rijnstreek en het ROC Leiden. Landelijk gaat het om 17 scholen die een hoog of verhoogd financieel risico hebben. Door de financiële problemen staan ook banen bij de scholen op de tocht. Het Nederlands elftal is zich weer aan het voorbereiden op de kwalificatieduels voor het WK. Ook gisteravond werd er weer getraind in Katwijk. Voor Katwijker Dirk Kuyt een thuiswedstrijd en hij gaat er alles aan doen om weer in de basisploeg te komen.
Nou ja, ik ben wel een speler die altijd zichzelf instelt op het hoogst haalbare. En je komt natuurlijk naar Nederland zelf al om te spelen. Dus daar ga ik alles aan doen om dat te laten zien. Zoals je net al zei bij je club, maar ook deze week op het trainingsveld. En hopelijk verdien ik een plek in de basis en dan gaan we het laten zien. Er zijn er een aantal ervaren mensen zijn er dit keer niet bij, dus niet geselecteerd. Er komen een aantal jonge gasten voor in de plaats. Help jij die jongens een beetje? Ja, nee, dat is een van de dingen die denk ik belangrijk is voor de jongens die wat meer ervaren zijn. Die over een langere periode bij het Nederlands elftal zijn. En, er zijn heel veel talentvolle jongens hier aanwezig. En die hebben hun kans verdiend bij de bondscoach. En waar spelers zoals ik, maar ook Wesley en ook Joris Matthijs, dat soort jongens kunnen helpen, dan doen we dat natuurlijk graag. En ik denk dat dat de rol is die je ook hebt bij het Nederlands elftal. Ja. Dan naar die wedstrijd van laatste vrijdag. De Turken, je komt tegen een aantal ploeggenoten te spelen. Ja, er zijn er geloof ik 6 of 7 geselecteerd. En het is een extra uitdaging natuurlijk om tegen nieuwe teamgenoten te spelen. En een extra motivatie om aanstaande vrijdag te winnen. En dan kijken we even naar de kranten van vandaag. Een spectaculaire wisseling van de wacht in het linkse politieke kamp. Dat schrijft onder meer de Telegraaf. In de peilingen van gisteren blijkt dat Diederik Samsom met de PvdA Emiel Roemer voorbij is gestreefd. De PvdA zou nu 30 zetels krijgen, de SP 24. En ook gisteren waren er weer veel debatten op radio en televisie. En die debatten die zouden Emiel Roemer nekken, terwijl Samsom er juist profijt van heeft. En de Volkskrant die houdt vandaag een ander aspect van de verkiezingen tegen het licht, namelijk de verkiezingsposters. 10 affiches worden er door de kunstredacteur van de krant gefileerd. En opmerkelijk is dat die van de VVD het succesvolst zou zijn, terwijl juist daarop geen lijsttrekker te zien is. Een oud PVV'er Hernandez die doet een boekje open, letterlijk over zijn oude partij. Dat schrijft het AD. Die blikt vooruit op een boek dat aanstaande zaterdag wordt uitgegeven door Hernandez, waarin hij de vuile was buiten hangt. Volgens Hernandez zouden de arbeidsvoorwaarden voor personeel belabberd zijn en is PVV-leider Geert Wilders al lang het contact met zijn partijgenoten kwijt. Ja, tot zover het TV West nieuws van dinsdag 4 september. Meer nieuws hoor je op 89.3 Radio West. Je kunt ook terecht op onze website omroepwest.nl en op onze app op je smartphone. Ik wens je een hele fijne dag.